Ons land telt vele Chinese restaurants en dat bewijst wel hoezeer bij ons de Chinese schotel in trek is. Het Chinese schoteltjespel Yonggi Yonggi vindt kennelijk ook steeds meer aftrek in ons land. In de Jordaan bijvoorbeeld was men er als de kippen bij om een Yonggi Yonggi wedstrijd voor de jeugd te organiseren. De meeste van de Jordanetjes schotelden ons de nieuwe rage al fraai voor. Maar een kleine minderheid had liever een bordje pap gehad. De jury moest tot haar spijt een van de deelnemers die van zijn stokkie ging, disqualificeren. Omstuurd door hun warmbloedige buurtgenoten kregen tenslotte Rudy Smit en Joker Liepen elk een verfdoos als eerste prijs. Rudy Smit diende bij wijze van toetje nog één keer zijn schotel op.